Den Mukwende, 25 jaar, wonende in Antwerpen. En ik participeer dit jaar als een van de personen op couleursport voor Ikinimba. Ikinimba is een Rwandese traditionele dans. Ikinimba is eigenlijk ontstaan op het platteland als een vorm van het oogsten, eigenlijk om de vruchtbaarheid van de grond eigenlijk te bevorderen. Maar ook aan de andere kant, als er oogst is natuurlijk, dat te vieren. Ikinimba bestaat uit heel sierlijke bewegingen ook, want het is de bedoeling dat, dat mensen zichzelf laten zien en laten zien wat zij kunnen eigenlijk. Dus Ikinimba is eigenlijk een sierlijke dans die heel veel inspanning en mentale inspanning vraagt. Dus couleursport is een evenement georganiseerd door de stad Antwerpen, waarbij mensen van verschillende origines hun nationale sport laten zien, maar ook waarbij we kunnen proeven eigenlijk van verschillende gerechten van hun afkomst. Er is dus heel veel variatie aan sport en sport dat je zeker nog nooit van gehoord hebt. En dat is een keer leuk om mee te maken en eens mee te doen om te zien hoe dat het is aan de andere kant van de wereld. Het geeft zeker een bepaalde voldoening ook om aan de Antwerpenaren iets mee te geven van onszelf. Waarom? Het brengt een zekere openheid met zich mee natuurlijk naar de andere mensen toe. En het is altijd leuk om een stukje van zichzelf te geven aan andere mensen. Dus ik zou iedereen aanraden om eens langs te komen op couleursport, want het is zeker een aanrader. Op Pinkstermaandag 25 mei kan u gratis naar couleursport in Parkspoor Noord. U ontdekt er deze en andere sporten, lekker eten uit alle hoeken van de wereld en fijne muziek. Op sportinga.be vindt u het volledige programma.